Nou, interessant hoor, dankjewel. Ja, heel erg bedankt voor alle informatie. Graag gedaan. Ja, dat is dan de aandrijving. We zijn in de machinekamer van de Gertruiden van de Wees. Ja, leuk man. Ben van de Zaken. Ben van de Zaken, Alfatron. Nou, wij doneren €500 op de Stichting Vaarwens. Ja. En ik vind dat een, kijk eens, een mooie vlag. Hè? Ik vind het gewoon een goed initiatief. We gaan naar de binnenvaardagen Zwijndrecht. Ja, even kijken. Ja, even kijken wat er te doen is daar. En je had een afspraak met DMT. Sowieso om de nieuwe marifoons op te halen. En Herman wil hier nog even spreken. Ja. En voor de rest even kijken wat er te doen is. En, heel lief, we kunnen met Jan de buurman meerijden. Dus... Jan die gaat ons brengen. Ja, helemaal top. Geweldig. Ze treffen het niet. Oh ja. Ze treffen het niet. Ja, maar. Het is heel slecht weer. Het regent. Het is niet koud, maar het regent. Nou, Jan die brengt ons even weg. Met zijn bolide. Ja, en dan wordt het toch opeens een beetje herfst. Zo, mooi Jan. Zevenenzestig meter. 814. Ja. Ja, ik heb mijn eigen stuurman bij me. De kapitein van de Beatrix, ja? Is nu de eerste kapitein van de... Ja, Martijn. Breed van de schermen. Dus vraag je nog, hè? Ja, is puur voor de opleiding natuurlijk. Kan ook wel terecht. Klopt. En dit is mijn tweede kapitein. Ja. Meneer Jan Leegwater. Ja. Dag meneer. Ja, dat is de baas. Zo. En waar is dit allemaal voor? Deze allemaal, als je uitleg wil. Ja, dat vind ik wel leuk. Dit is de... Vind je het leuk als ik het even... Vind je het leuk als ik het film? Ja. Is het hoofdroer? In principe is het zo, daar vaak te leren met dat roer. En als er ingegrepen moet worden, dan pakt dit roer alles in één keer over. Dat valt gewoon in één keer helemaal stil. Is dit een opleidingsschip? Ja. Oh. Hier gaan alle leerlingen opvaren voor zowel schipper als kapitein. Maar ook als je dan bezig bent met die opleiding, dan ga je ook al je eerste jaar als matroos gaan hier opvaren.
Nou, we hebben daar de eerste radar, dat is de voorste die draait. Dan hebben we de telescopenkaart waar je andere schepen op ziet varen. Oh, ja. Waar ze exact op zitten, met snelheid en in principe hun koerslijnen. We hebben de tweede radar, die zit hier achterop. Dat is voor, waarom we een tweede radar hebben, is die is voor dichtbij en die voor ver af. Die is ook iets meer ingezoomd. Nou, we hebben gewoon allemaal camera's, eigen camera's voor de... Oké, maar is het niet zo dat je voor op een radar hebt dat je de bochten beter kan zien? Dat kan je in principe zo instellen. En dat je achterradar zo hebt, dat als je achteruit aanvaart, vaart, dat je er wat aan hebt. Want dan werkt de voorradar niet. In principe voor en achter, dat kun je allemaal zelf zo instellen. Ja, ja. Maak voor bochten in principe niet heel wat. Nee? Dan hebben we de koersmeter, de bochtenmeter, de dieptemeter, de roerstand met de bochtensnelheid. Dat is die waar bot staat. En dan de roerstand. Nou, dan hebben we ook allemaal eigen camera's. Die kan met het Pokey helemaal zelf ingezoomd worden en bediend. Alle camera's hier zijn, kan je instellen. Ja, dit is dan hier als je hier op zijn. En dit is bij de veerpont. Oh, hier lopen de mensen ja, buiten. Ja, hier lopen je aan de zijkant. Oh ja. Ja. Er zijn twee zijcamera's. Eentje voor Bob, die zit in de mast. Die is daar nu helemaal zo ingesteld. Ja. Normaal staat hij altijd naar voren als we varen. Ja, dus daar heb ik de tijd. En dat is dan de vlag hier achterop. Ja, achter en dat is dan dus bakboord en dat stuurboord. Ja, tijdens het varen zie je gelukkig nog. Ja, dat is dan een samenvoeging, hè? Ja, dat is voor Jan. Jan, ja. Ik heb een eigen kamer. En dan heb je hier die Alvas. Nou, dat is die. Ja, dat is de vuurboord. Nou, die vaart nu 1.9 en die vaart ze nu zo meteen waarschijnlijk naar de steiger. Ja. Dan kun je ook hier op inzoomen, maar dat hebben we nu niet gedaan. Gisteren wel. Want gisteren hebben we water voor 4.1. Ik zat daar. En daar zat de begeleider. Nou, dan is het in principe melden. Maar als ik bijvoorbeeld een foutje maak bij het melden, dan kan hij op zijn eigen microfoon ook nog ingrijpen. Dan meldt hij het goede bijvoorbeeld. Als ik zeg, nou, dat is dan de vierde Noord, dat de Waal. En dan ga je daar zo de Oude Maas in. Nou, als ik zeg van ik vaar de Noord in en ik ga per ongeluk naar de. Ik zeg, ik kom vanuit de Noord en ik ga naar de Waal. Terwijl ik de Oude Maas in ga, dan kan hij snel zeggen, we gaan alsnog de Oude Maas op. Oh, ja. Als ik iets verkeerd zou zeggen. Ja. Nou, al mijn intercom, we hebben er hier allemaal genoeg. We hebben voor het voordek, achterdek, de instructeurruimte, de leraar beneden van de bemanningsruimte. Overal kan je met een intercom met elkaar communiceren. En jullie zijn dus een elektrische boot of schip? Mag ik zeggen? Drie. Niet alleen elektrisch. Nee, maar ook op zonne-energie dus. Op elektriciteit? Okay. Elektriciteit, waterstof en in principe om het in te vallen nog steeds ook op diesel. Ja, in noodsituaties. Ja, zeker in nood. Maar gisteren al op waterstof. Maar een ander schip ziet er anders uit. Die hebben nog daar aan de voorkant meer uit kunnen worden. Of ziet het er allemaal zo uit in die sturen te meest. Dit is echt wel het meeste wat ze ongeveer allemaal hebben. Oh, zo. Alleen vaak is het meer compact. Ja, maar dit is meer omdat het natuurlijk vanwege het ingrijpen, leraar bij zit. Maar, vanwege het ingrijpen wilden ze niet dat dit in een U komt te staan. De leraar zit er al daar. Ja. Nou, en dan hebben we hier uiteraard het gas en zo. En achteruit varen doen we nu niet met het gas. Dat doen we niet met die. Maar met de kopstoep. De kopstoep heeft best wel een aantal vermogen. Die hebben we gisteren ook gebruikt om hem echt tot stilstand te krijgen. En wat voor kopstoep staat erin? Dat heb ik u niet te zeggen. Waar? Er staat wel vet. Wel bijna wel 400, 500 pk begreep ik. Misschien nog wel meer. Zo'n kopstoep heb je dan nodig als je aan komt varen. Bijvoorbeeld en je gaat tanken bij Vuardo en je moet wachten. Dan moet je dat ding. Deze kan helemaal 360 graden draaien voor de kopschroef. Die is gewoon te starten ook allemaal via het paneel. Het blauw bord en zo ook allemaal. Dat kan je allemaal gewoon hier mee aan of uitzetten. De kopschroef kun je 360 graden draaien en bij het aanleggen, of inderdaad bij het wachten, kan je die inderdaad gebruiken tot stilstand. De hele kop die wordt gewoon bediend alleen maar door deze. Oh. Welkom! Daarom is het ook een kopschroef, denk ik. Ja, je kent toch wel achteruit gaan. Ja. Achtermond. Met waterstof hebben we dat nu nog niet gedaan. En waarom? Dat heb ik u niet te zeggen. We hebben nu alleen voor het achteruitvaren de kopschroef over. Ja. Maar je moet toch verloopt, moet je toch even... In principe kan het. Dat ken je in principe. Ken wel, maar... Is dat koppeling of... Er zit hier geen koppeling. Er zit geen koppeling. Nee. Er zit geen koppeling tussen.
Nou, interessant hoor, dankjewel. Ja, heel erg bedankt voor alle informatie. Graag gedaan. En ik mocht het filmen. Zeker, absoluut. William. William. Nou, heel erg bedankt. Graag gedaan. Wij hebben zelf een binnenvaartschip. Oké, en dat is de naam? Gibraltar. Gibraltar. Ja, uit Tenker. En dat is meneer de schipper uit Kampen. Oké. Maar je hebt heel goed uitgelegd. En wij zijn ook binnenvaartvloggers. Ja. Oké. Okay. Ja. Helemaal leuk. Het helemaal rond, maar je hebt het heel goed uitgelegd. Ja, mooi. Ja. Ja. En welke opleiding doe jij nu? Tweedejaars kapitein op het SCC. Dat is het hoogste niveau voor de binnenvaart. Dat is MBO 4. En daaronder heb je nog schipper Bol. Dus dat je alleen maar naar school gaat. En schipper BBL. Dat je gaat werken leren. En voor de kapitein kan je echt alleen maar naar school voor 4 jaar. Juist. Maar dan heb je wel vaarweken op dit schip. Okay. En stages. En je komt ook aan de schippers. Ik heb alleen een oom die zit bij de roeiers. Voor de rest helemaal niet. Nou, dat vind ik heel gaaf. En daar ga ik uiteindelijk ook heen. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is het. Vaak komen ze natuurlijk uit families. Ja. Kijk, Erik ook niet. Hè? Die had geen familie die de vaart had. En toch ooit zelf een tanker. En... Ja, nou, dus het is wel gaaf. Ja. Zeker. En die is gisteren, Prinses Beatrix, naar de Binnenvaartmuseum gegaan. Okay. Die voelen we achter ons af. Nou, niet naar de sloop. Nee, nog steeds niet. En die andere Christina, die gaat ook niet naar de sloop. Die ligt die nu bij de lip verf, hè? Die gaan zo, ja, ze gaan wel weer helemaal tot aan. Weer helemaal ja. En de prinses Christina, die ligt nu in Werkendam en die gaat varen in Duitsland. Voor, als opleidingsschip van Dijlman. Ja, klopt. Ik vind dat je heel veel info hebt. Ik denk dat een goede kapitein wordt. Ja. Nou, we gaan het zien, hè? Hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik neem ook mijn leerling mee. Nou, dan had u eigenlijk andersom moeten zitten. Want de leerling zit daar en de begeleider zit daar. Oh, jouw leerling. Maar je greep helemaal niet in. Nee, ik moest mijn handen thuis houden. Hey, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Hoi. Fijne dag. Succes. Leuk, hè? Oh, nou, mooi plakraampjes. Maar wij hebben altijd wij toch wel minder mooie ramen in de dekvaart. Afgewerkt op deze opleidingsschip met vaak denk je dan, Beatrix en Christina. Nou ja, je kan hier ook internetten. Dat is opleidingen. Dat is leuk hoor. Mooie tafel. Die tafel wil ik in mijn huis, dus je kan gewoon meenemen. Dan gaan we weer kijken wat een ruimte. Oh, dit zijn de cabines. Ja. Sponsoring. Dat lijkt wel... Stichting, hier stichting, vet. Oh, alle sponsors ook, even zo. Ja. Oh, wat moet ik even kijken. Oh, ook door de Rijksdienst, hè? Voor ondernemer Nederland. Zo pas mooi. Kijk, die gast. Mooie hut, hoor. Zo dan. Oh. Ik weet het hout wat wij hebben. Oh, kijk, en dan hebben we hier twee hutten. Ja. Met de badkamer. Hoe hip was ik? Ja. Dit hebben we in de Gibraltar ook. Ja, dat is mooi hout, hè? En dan heb je een badkamer voor twee hutten. Oh, mooi. En weet je dezelfde vloer als op de Gibraltar? Ja. Ja, maar kijk, zelf kluisjes. Oh, mooi man. Voor de telefoons, hè? Ja. Ja, dat is heel wat anders dan hier als vroeger, zeg maar. Hier ook. Ja, airco. Heet Initio. Initio. Lloyds. Hogendoren. Hoedoot. Hoedoot ook. Allemaal sponsors. Als ja. Mensen niet. Gemeente Rotterdam. Longos. Mooie hut hoor. Nou hè? Rockland, Concordia. Alphatron, nou allemaal sponsors. Maar het is een goed doel. Want een binnenvaart heeft wel mensen nodig. Ja. Maar... En nou wat ziek. Kantine. Echt gaaf zeg. Ja. Oh, dat is een kantine. Gezellig met een hoek. Heel leuk. Ja, dat is wat anders dan vroeger. Zo, ja. Ziet er mooi uit hè. Heel gezellig ook hè. Chillbanken. Ja. Oh, Shell's voorstel, maar die heb ik toch. Ja. Nou, mooi, hè? Dat is echt goed. Nou, de keuken.
Zo. Dat is een mooie keuken. Nou, Jan, hoef jij niet te kijken, want jij kunt toch niet koken. Weet ik. Oh, kijk nou, die kraan heb ik allemaal leuk gekocht. Dat hele grote ding. Oh. Ja, dat is perfect. Zo dan. Nou, hier wil ik ook wel leerling op worden. Ja, dat ben je te laat houden. Dankjewel, Jan. Hè? Niet zo lang over, een jaar of 20. Mooi, hè? Mooi. Ja, het ziet er allemaal wel heel strak uit. Ja. Nou, dat was vroeger behelp, hè? Ja, het ziet er echt mooi uit. Ja. Ja, daar heb je die sponsors van nodig, hè? Dat is wel mooi. Nou, Jan, je kan toch best gewoon op zijn schepen. Je moet er niet in kennen. Nee, je ziet beneden al die kamer. Mooi hoor. Ja. Ook ruimte, hè? Ja. Oh, hier heb je een lokker. Allemaal lokkers. Iedereen zijn eigen lokker. Ja. Ja, dat is ook zo. Mooi hoor. Allemaal zwemvisjes. Ja. Beetje zo. Allemaal opblaasbare zwemvesten. Ja. Hebben die blazen vast zelf op? Ja, ja. Ja, als ze nat worden, Jan, dan. Oh, je moet een touwtje trekken. Ja, dan kan ik. Probeer maar. Ja, nee. Daar moet ik ook anti-slips doen. Ja, maar er is echt over nagedacht. Mooie vloeren, hè? Mannen zien. Die hebben wij ook, hè? Die we gaan even op zoek naar de machinekamer. De machinekamer, natuurlijk. Ja. Nee, maar. Maar er zit ook waterstof in, hè? Ja, maar die jongen die zei waterstof, dus ik ben wel even benieuwd. Maar zonder, wat zei je nou, zonder koppeling? Nou, ik heb hier de machinekamer. Oh, dat is dat, Solax Power. Ja. Dat zijn dan dat zijn dan voor die ja, voor die zonnepanelen, ja. Ik ben wel nieuwsgierig. Wil je oorklep op jou? Nou, dat is niet zo erg bewaaien. Ja, we gaan even naar beneden. Oh, ja, nou wat. Dat zijn dezelfde Volvo's. Oh. Ja, dat is het. Dat is een generator. Ja, maar hebben we toch iets van water? Wat zit eronder dan? We hebben toch iets van waterstof, zei je? Ja. Nou, dit is de aandrijving. Ja. Dat is elektrisch. Een airco unit, joh. Ja, dit is de installatie voor de waterstof. Pure Blue. Ja. Apart hoor. De aandrijving, elektrische aandrijving. Ja, het is wel heel interessant.
ballastsysteem. De bunkkoelers. En dan de generator voor de stroom. Ja, heel mooi. Nou, interessant, hè? Zeker wel. Ja. Interessant. Ja. Ja, ik vind wel dat ze alle faciliteiten om een goede opleiding te doen. Ja, hij is van de week gedoopt, hè? Ja. Dus, nou ja, interessant. Ja, dus we gaan nu op richting de rest. Richting de rest. Dat is wel leuk. Water staat er. En... Leegwater staat er? Ja, dat moeten we ook nog gaan kijken. Oh ja, hier staat meneer Leegwater ook. Dus daar gaan we ook even naartoe. Dus als jij mij een parapluutje neemt, want opeens gaat het weer regen. Ja, het is echt de KWR. Nou ja. Ja, dat heb ik al gezien hoor, leegwater. Ja, dan moet je zo nog een naar zijn gesteld. Ik wou zeggen. Dat is ook niet geweest. Dat is ook met jou. Jackie draaien. Hoe is het, man? Ja, buitengewoon. Een leuke stand. Hè? Leuke stand. Ja, toch? Ik bedoel, we hebben er geen brand en nog niet varen, maar vooruit. Want? Ja, nee, we hebben een mooie trekpiloot en we hebben een simulatortje neergezet, dus hartstikke mooi. Oh. Dit is de trekpiloot? Ja. En hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Steven, die kan dat veel beter uitleggen. Nou, wat je nu ziet is, je ziet op het kaartsysteem de ingestelde koerslijn. Ja? Via de trekpiloot kun je dus een bepaalde route selecteren. Die hebben wij nu dus geactiveerd, dat is de blauwe lijn. De rode lijn is dan een lijn waarin je kunt afwijken. Dus als je een uitwijkmanoeuvre moet maken of je wil in ieder geval je route anders instellen dan de voorgestelde lijn. Ja? De piloot staat neutraal. De trekpiloot is geactiveerd en je ziet het op het scherm. Het schip... Oh, zo'n boot? Ja. Hij is wel een real aan het varen, hè? Ja. Oké. Okay. Maar jij wilde er eentje aan ons geven, hè, man? Geven? Ja, geven toch? Geven ik niet altijd, maar wel wat tegenover staan. Een beetje reclame maken, hè? Uiteraard. Maar dit is een simulator. Ja. Die kan ook met de hand sturen. Ja. Leuk. Zet hem eens op de hand dan. Ik sta nu op de hand. Ja. Dus ik kan zo de kant invaren. Ja. Maar dat doet hij niet. Ja, ja, gaat wel. Ja? Ja, ik vind het altijd leuk om even de rolletje te varen. Ja, ik kan het echt niet doen. Nee, ik heb vandaag heb ik in de kant gezeten. Dus als je dan nu weer de trekpiloot activeert, gaat hij weer terugsturen naar de koers. Ik denk dat hij zeker de rol gaat controleren. Nou, het is wel gelukt vandaag. Ik moet wel op hem. Ja. Het fijn is aan dat schip, dat blijft heel. Ja. Dat is jammer. Kijk, dat is wel door. Ja, ik ben erbij. Geen vaart gewoon door. Het is me gelukt, hè? Ja. Ik weet niet, het is Dutch Marine, hè? Een soort black box is dit. Oh. Black box. Voor de binnenvaart. Oké, een zwarte doos. De BBB. En die registreert alles. Yes. Kijk, en dan, dan is er eigenlijk niks meer te doen. Dit is de hij spreekt de waarheid dan. Ja, als er een fout gemaakt wordt, wordt alles opgenomen.
in het geval van schades. Als je een zwarte doos. Dat gebeurt nogal eens nu, hè? Als je een zwarte doos wil hebben die grijs is. Dan kun je naar. Herman van Dismarine. Oké. Okay. En een grijze zwarte doos. Een grijze. Wij zijn gek op cadeautjes. Voor de snoep. Voor de snoep, voor de jongens. En ik heb speelkaarten. Oh, leuk, kunnen we spelen? Ja, die jongens kaarten. Dat is. Nou, vlag voor de Gibraltar. Ik moet alleen de marifoons niet vergeten. Nee, die ga ik niet meer. Nieuwe marifoons. Hey, daar ligt de Geertrui daar. Ja, heel leuk. Van de Rees. Die komen wij tegen. Hey, de tweeling, hè? Ja. One of the two, hè? One of the two, ja. Wel leuk. Ja. Willen jullie ons even nog opwijzen? Nou, vind ik wel even leuk op de voorrace. Ja. Ja hoor. Leuk. Dat vind ik eerlijk. Ja hoor. Ja, dan gaan we even kijken. We zullen even rondleiden. Ja. Nou, we krijgen een rondleiding. Ja, huh? Van onze vriend. Stel je voor. Ik ben Gijs. Gijs. Even een rondleiding op. Nou, Gijs, laat... Ja, ik vind dat leuk. Laat hem maar even zien. Dat is weer eens een ander. Mooie grote beting voor de sleeping. Nou, en dan ga je ze net geverfd, hè? Legt hij net uit? Dat is dan ook. Mooi lesnaadje. Oh ja. Voor een duwboot is het natuurlijk gewoon. Ja. Vinden wij de eerste best wel ruim, hè, natuurlijk. Ja. Je hebt je radar natuurlijk. Ja. Je Tresco, ja. Nou, en dan hier onder de bediening en zo. Ja, kwartopillen. Ja, zeker. Hoeveel pk staat erin? Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Oh. Wat was het nou? 2x425 of zo? Ik weet het niet zeker. Maar... Ja, dus is prima dit voor onze reizen. Ja, toch? Lekker makkelijk overzichtelijk, dus... Nou. Oh, alarm. Zo. Nou, ik ben wel benieuwd naar de machinekamer. Ja, mag dan ook wel even kijken. We zitten niet aan de walstroom, dus. Oh. Ja, die generator die draait wel. En dit is de trap voor als je je stuur het omhoog hebt, hè? 11 meter kunnen we de lucht in. 11 meter omhoog. Ja, zo dan. 11,5 meter, zoiets. Nou, ik ben benieuwd. We zijn in de machinekamer van de Geertruida van de Wees. Ja, leuk man. Twee mooie Caterpillars. Ja, nou, of ze mooi zijn weet ik niet. Maar voor mij, ik vind het altijd fijn motoren mee te werken. Vrij onderhoudvriendelijk. Ja. Dus dat vind ik erg fijn. 2x470 pk. Oké. Okay. Dus Dan... Akkerbakken. Ik zie twee generators. Ja, twee generators. Een kleintje en een grote. Ja. Twee generatoren is altijd. Hier een grote. Ja. En hier de kleine. Leuk hoor. Ja, een fijne machinekamer ook. Ja. Overzichtelijk. Ja. Natuurlijk. Ook netjes werkkleding apart hangen. Ze hebben natuurlijk ook hier de haakjes voor. Leuk. Goed. Ja, hij doet het. Mooi. Fijn, sorry. Ja. Je hebt het gefixt. Ja, de fase omgedraaid. Oh. Ja, dat kan ook. Een faseautomaat, maar ik moet dan zelf even omdraaien en stekken. Ja, je moet wel een beetje technisch zijn, hè? Ja, een klein beetje. Altijd handig. Tuurlijk. Bij je werkbankje en dan voor het lichten voor op de bak natuurlijk. Ja. Bijvoorbeeld hebben we natuurlijk ook voor de grote bak nog hebben. En dat is de stuurmachine? Ja. Dus, nee, we hebben alles goed lekker overzichtelijk. Daarvoor. Oh, kijk, jullie hebben ook een schroef als rem. Ja.
Ja, dan kan je op één motor varen. Dat mis ik wel op de Enduro Life. Ja, hier kan je de rem vastzetten. Ja, dat doen we ook s'avonds als we ergens liggen, bijvoorbeeld op de Rijn of op de Westerschelde bijvoorbeeld. In Franken moeten we ons vastzetten. Ja, ja. Maar dan soms wel eraf halen, want anders loop je schoenen. Ja, precies. Maar je kan ook op één motor varen dan? Ja, maar we varen op twee. Ja, ja. Nou, hier hebben we Victron. Een isolator. Ja. Compressor. Ja, compressor voor... voor de toeter. Ja, voor een beetje lucht. En ik moest natuurlijk even toeteren, want de opening van binnen waren klaar. Kun je een goede wikkamer gebruiken. Dan hebben we nog een andere kant. Ja. Dan hebben we hier de kachel. Hier nog een hydraulieke unit. Deze is denk ik voor de stuurhut. Ja, natuurlijk dezelfde ketting binnen, uiteraard. Ja, nou het ziet er echt mooi uit. Ja, we houden de boel altijd netjes. Hè? Ja, je hebt goed je best gedaan. Ja. Even de boel altijd netjes houden, overzichtelijk, geen rommel op de grond. Ja, maar je hebt het wel naar je zin hier? Zeker, ja? Ik werk graag hier op de Rommelees. Dus, Oké. Ja. Nou ja, je staat weer in de vlog, hè? Ja, leuke werkjes. De rondleidingen. Ja. De laatste keer was bij... bij de IJzeren Kraak. Ja, bij de zeeverkenners. De scoutingen. Scouting, ja. Ja. Dus als je terug wil kijken, ja, kijk naar... We hadden Fenders gekregen, dus die gebruiken we met alle liefde natuurlijk. Ja, mooi man. Dus zijn we jullie nog steeds erg dankbaar voor natuurlijk. Ja. Goed voor op de kraken en op de schouder. Nou, dankjewel voor de rondleiding. Ja, graag gedaan man, tot de volgende keer. Duimpie. Ja. Wij gaan weer even verder wandelen. Ja, over de trein van de binnenvaart. Ja. Even kijken of er nog wat leuks is. Te zien is. Nou, dankjewel. Nou, graag gedaan. En weer tot de volgende vlog, tot de hè? Tot de volgende vlog, ja. Zeker. Hier in de achterbund hebben we natuurlijk... Hier met mijn vriend Gijs op de foto. Ja. Zoeken nog heel veel personeel? Ja, zeker. Dus? Stuurman en matrozen. Dus solliciteren bij Van der Wees? Ja, zeker. Graag. Mooi. Ja, dan gaan we erop zetten. Gijs, bedankt. Ja, graag gedaan voor de rondleiding. Wij gaan weer even wandelen. Ja. Gijs, kom wel weer een keer even een bakje doen. Ja. We zijn nu weer in de haven. Van kort, weer op wereldreis. Door Nederland. Nou, het was echt leuk. Leuke rondleiding. Ja, die zie je al. Dus, veel mensen reageren. Nou, dankjewel voor de rondleiding. Ja, ik hoorde net van Gijs gedaan heb, hoor. Dat ik hoorde net van Gijs dat Maurice is familie van Jan. Okay. Nee, geen familie. Hij kent Jan heel goed. Ja. Okay. Maar Jan is al naar huis. Dus ja, Jan was moe. Ja.
Ja, tuurlijk. Maar mag ik een stukje filmen? Ja, voor mij mag je filmen. Film door het bos. Ja, wij hebben een beetje een vlog, binnenvaartvlog. Ik zal deze eens leuker maken, mocht je erop komen. Film door het bos, ja. Hey, het mag lekker. Je komt met de bus aan. Ik zet hem zelf ook af en trommel aan. Oké, welke schip varen jullie? Gino. Oké, okay. Die komen wel meteen voor. Ja? Voor gaan we die aan. Dan zegt hij, dit is helemaal blij met mijn voorvouder. In de vaart en oké. En wat vloggen jullie zo? Ja, zelf gedacht. Wij vloggen alles. Oké. Okay. Ja, dat is hartstikke leuk. Alles wat interessant is, vloggen wij. Ja. Maar ja, omdat wij Alphatron. Oh, dat is goed. Omdat wij Alphatron. Zeggen we dan personeel nodig hebben? Ja, jullie hebben personeel nodig? We hebben heel veel personeel nodig. Ja, maar dat hoor ik de hele overal. Ja, ja, en wat dus, is jullie voor soort personeel? Ja, technisch personeel. Dus als je technisch bent, kun je solliciteren bij Alphatron. Als je technisch bent, moet je zeker even solliciteren. Ja. Ik heb hier mijn bord staan inderdaad. Oké. Okay. Ja, we zoeken echt de mensen eigenlijk in de techniek. Ja. Ja, als je weet wat een multimeter is, dan met een schroevendraaier. Oh, nou, dat weet ik ook. En een juiste mentaliteit natuurlijk. Nou. Hè? Want mensen die jullie aan boord zijn niet makkelijk. Ik heb dat. Nou, jullie kiepen van solliciteren. Ja, ik kan gelijk solliciteren. Ik weet hoe een multimeter volgens mij houden. Want waar kan ik jullie vlog vinden? Je kan onze vlog vinden op YouTube. Ja? Erik en Diana. Nee, End Your Life. End Your Life. Erik en Diana. End Your Life. Ja. Dan gaan we zo. Ja. Ja, schrijf het maar op. Ga ik zeker. En geef het aan iedereen door. Ja. En wij gaan. En dan promoten wij jouw busje. Ja, dat zou heel leuk zijn. Ja. Heel handig, hele goede kostuums. Ja. Ja. Ik kom aanrijden en je bent klaar. Nou, het was eigenlijk eerst helemaal voltooid. Nou ja, eigenlijk alles wat hier staat. Ja, zit op de Gibraltar ook. Dus, ja, wij hebben ook in de kroon zijn ingebouwd op Gerritje Hart. 2020, ja. Dus toen lagen wij. Your life. Enjoy. Enjoy. Geniet enjoy. Van je leven. Enjoy your life. Ja, kijk maar even op je telefoon. Oh, op mijn telefoon? Nu al? Ja, dan kun je hem gelijk opzoeken. Oh, zo bedoel je? Nou, dat wou ik gelijk gaan doen dat jullie weggingen inderdaad. Kun je ook gelijk delen. Enjoy. En wij hebben te maken met? Ben van de Zaken. Ben van de Zaken. Alphatron. Nou, enjoy your nee, enjoy life. Enjoy life. Ja. Kun je hem opknappen? Ja, heel leuk. Ja, ik zeg, kunnen we toch even vloggen? Nou, dan, kijk wat leuk. Nou. Ja, leuk. Ja, dat doen we hem even in de vlog. Dat is wel leuk. Ja. Wat doen we? In de vlog. Hij komt in de vlog. Dus jij gaat de Stichting Vaarwens steunen? Ja, dat vind ik wel mooi. Wij varen zelf ook, privé, zakelijk, wij vloggen ook. Dus ik denk dat het wel mooi is. Ja, nou en maken we gelijk een beetje reclame voor de Vaarwens. Voor de Vaarwens. Ja. Fantastisch. Kijk, hier heb je een aantal opties. Ja. Dus eigenlijk al voor 15 euro. Dus ja, heb je gelijk plezier. Heb je gelijk een cadeautje? Ja. Wil je het zelf opschrijven? Ja. Want dan weet ik zeker dat het goed is. Ja. Wat wil je van mij? Ik wil je naam, adresgegevens hebben en je e-mailadres. Nou, wij gaan de Stichting Vaarwens steunen. Ja. Heel fijn. Maar dat doen we al hoor. Het wordt ongeveer door 147.000 mensen bekeken. Oh echt? Ja. Kijk, dat is heel fijn. 147.000 mensen. Per maand. Oké. Okay. Dat is... Ja. Heb jij dit allemaal nodig of zet hier het bedrag? Nee. Oh, alsjeblieft. Ja. Verder hoef jij niks te hebben. Verder niks te hebben. Nee. Maar voor dat bedrag kijk ik nog een petje. Ik heb een petje. Ik heb voor de dames heb ik ook een leuk. Ja, leuke tasjes zeker. Wat zeg je? Voor de dames heb je leuke tasjes. Nee, kijk, voor de dames heb ik.
als je koude nek krijgt, heb ik een leuk koeltje. Ja. Hoeveel gaan we doneren dan? 500. 500 euro. En wij zijn van de MTS Gibraltar. En ja, van de vlog Enjoy Life. Haal even je bril van je hoofd af, dan krijg je een petje, joh. Oh, ik krijg een petje. Ja, je krijgt een mooi petje. Oh. Ik ben van de Hyade, ik weet niet of je het schip kent, paarsgeverfde container. Ja, ja, klopt. Nou, ja, wij zijn van de MTS Gibraltar en we hebben een motorjacht Enjoy Life. En sowieso ook onze... Ja. Nou, ja. Mooi, mooi petje. Nou, mooi petje, maar als ik eerder was, dan heb ik liever een vlaggetje voor op de boot. Maar dat mag ook. Zeker. Ik heb liever een... Ja, wij... Maar die klont mag je ook hebben. Oh. Ja. Nou, alsjeblieft, maar... Mooi petje gekregen. Ja. Helemaal tof. Nou, wil je dan wel zo'n grote vlag van 1,50? Ja, ja, voor de Rotterdam vlag. Nee, ik wil een kleintje voor op de Enjoy Life. Ja, maar je hebt ook wel een grote. Ja, grote vlag is ook goed. Ja, toch? Ja. Maar we willen alles hebben. Nee, dat is niet waar. Wij doneren. Ik wil gewoon mensen een plezier doen. Nou, wij doneren 500 euro op Stichting Vaarwens. Ja. En ik vind dat een hartstikke mooie vlag. Hè. Ik vind het gewoon een goed initiatief. Ja. En wij hebben toen in Amsterdam vader die ook uit, hè? Ja. Dus ja, dat komt dan heel mooi uit. Ik vind het goed doen. En wij varen zelf constant op het water. Ja. Dus dan heb ik er ook wat mee. Hij is wel heel klein, hè? Ja, die vind ik leuk. Vind je die leuk? Ja. Wel voor die vierkanten? Nee, een puntvlag. Puntvlaggetje? Ja, dat is bij ons helemaal leuk. Nog een blokje voor je. Ook nog. Nou, je krijgt bijna voor 500 euro terug. Nee, maar ik vind dat echt leuk. Ja, je hebt wel minder plan op je schuiven. En dan houdt het op. Nou ja, ik hoop dat meer mensen willen steunen. Ja, en dan houdt het op. Ja, altijd welkom. Ja, www.vaarwens.nl. Ja. En als jij dan even kijkt op ons kanaal Enjoy Life Erik en Diana, hebben wij weer een abonneetje erbij. Ga ik doen. Hey, mensen bedankt. Ja. Doei, doei. Fijne dag. Doei. 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 Nou. Ja, ik ben benieuwd of we er passen straks in de bus met al die mensen. Ja, doorgaan. Ja, het is heel druk. Ik denk dat ik voor de tijd in Nederland. En we moeten daarheen. Ja, we moeten heel erg. Daar moeten we heen. We zitten op de waterbus te wachten. Ja, die gaat met een minuutje of 10. Maar we hebben de haven dagen bezocht. Ja. Was. Top, leuk. Ja, de binnenvaartdagen van Zwijndrecht. Nou, het was erg leuk, veel leuke mensen gezien, veel informatie, leuk gevlogd. Ja. Nou, en een lekker terrasje gezeten. Ook een leuk trouwens, het zomerlust. Ja. Dus nou, en nu gaan we naar een hele informatieve dag. Gaan we lekker naar huis. Dan gaan we naar de Enjoy Life. Dus we wensen iedereen een hele fijne avond. En nou ja, bedankt voor het kijken. En leuk als je liked en abonneert en het belletje aanzet, want dat vinden wij super tof. En ja, altijd leuk dat jullie kijken. Bedankt daarvoor.